Maar juf, moet ik deze beweging dan ook op het podium doen? Maar dat ziet er dan toch heel raar uit? Dat zijn dan van die vragen die ik telkens krijg. En de laatste tijd krijg ik vaak dezelfde vraag. Moet ik deze oefening of deze beweging ook op het podium doen? Nee, deze beweging hoef je niet te doen op het podium. Voor zingen en problemen die je ervaart tijdens het zingen is heel vaak niet een quick fix. Je spieren moeten leren om op een andere manier te zingen. Dat vergt dus heel veel oefening. De mensen die dit vragen aan mij zijn vaak op zoek naar een quick fix. Iets wat je kan doen, zodat het in één keer veel beter is. Maar dat zijn juist de dingen waar je uren mee moet maken. Je moet heel vaak zo zingen, zodat je ribbenkast en je middenrif en de spieren onder je stem in actie komen tijdens het zingen, zodat het hier kan ontspannen. Dat is niet iets wat je gewoon elke keer even kan doen en dan is het klaar. Nee, je moet zo'n oefening wel 120 keer doen. Dan op een gegeven moment heeft je stem geleerd dat het iets meer kan ontspannen. Dan gaat dat vanzelf en dan kan je dit ook laten, want dan heeft je stem het overgenomen. Dus, het antwoord op de vraag is, nee, je hoeft dit niet op het podium te doen. Maar je moet wel een andere instelling hebben. Niet, ik verander even snel wat dingetjes en dan is het goed. Nee, ik ga met heel veel herhalingen ga ik aan de slag. Ik ben bereid om er heel veel uren in te stoppen. Ik neem de tips van de zangdocent aan en ik oefen zo en ik oefen zo. En ik doe dat een aantal weken, maanden lang. Net zolang totdat mijn stem het echt snapt. En dan doet mijn stem dat ook op het podium. Wil je hier nou meer over lezen? Ik heb een blogpost op de site gezet. Ik zet een linkje in de beschrijving. Heb je dit soort vragen en wil je meer weten? Stuur me gewoon even een berichtje via het YouTube-kanaal. Veel succes!